We zijn er. Ik vond het echt gezellig met jullie. Superleuk. Lang geleden. Okay, deze man is al een week lang hyped voor zijn cadeau. Yo, Gio, ik zal je eventjes meenemen. Vlogger Gio rijdt al maanden filmend in zijn auto rond. Hey! Jongens en meiden, en welkom weer terug bij een nieuwe vlog. Ik ben fucking brak. Zo, we hebben gisteren het feestje gehad van Alex, jongens en meiden, in de Superclub in Amsterdam. Was echt een superleuk feestje, alleen we hebben natuurlijk allemaal wel lekker te veel gedronken. En het was hartstikke gezellig, alleen de kater en de nasleep, ik zweer het. Echt, ik word met de dag ouder, uiteraard. Morgen word ik 25, eigenlijk vanavond om 12 uur. Alex en ik schelen dus één dag, maar ik heb eigenlijk gewoon door al deze feestjes gewoon vaak geen zin meer. Of eigenlijk door de kater geen zin meer om die feestjes te vieren. Omdat ik vind het gewoon niet meer waard. Ik weet niet, misschien word ik een oude lul. Misschien moet ik gewoon niet zo klagen en ben ik gewoon nog jong. Maar ja, 25 hè, ik word ook echt een dagje ouder natuurlijk. Dus de katers worden ook erger. Ik vind het soms gewoon, ik vind het gewoon soms gewoon echt niet meer waard. Maar ja, in ieder geval een hele goede morgen jongens en meiden. Ik hoop dat jullie allemaal weer super veel zin hebben in deze nieuwe vlog vandaag. Ik ga lekker een bakje koffie zetten zoals ik elke ochtend doe. En ik ga het hier eens even een klein beetje gezellig maken. Door deze gordijnen dicht te doen. Ik vind het zoveel sfeer brengen. Heerlijk. Hier is toch gelijk zo 10 keer gezelliger dat hoekje. Wauw. Kijk, dit is een mooi lekker een kopje koffie op een keer uit de Ferrari mok. Ik kreeg dus net een leuk belletje van Rick en Cornelis jongens. Zij hebben dus een verjaardagscadeau voor mij gehaald. Alleen ze wilden dus eigenlijk pas morgen geven. Maar het is levend. Oftewel, ik denk dat we allemaal wel kunnen bedenken wat het dan is. Want ik heb het laatst in de vlog genoemd. Als je die vlog gezien hebt tenminste. Het is levend en ze konden het niet morgen pas geven, het moest vandaag, want anders zou het doodgaan. Jullie gaan het straks zien wat het is, want als je dat gemist hebt in de vlog voor laatst, dan weet je dus niet waar ik het over heb. Maar ik wacht het even af. Ik ga dit eerst even lekker opdrinken en even lekker chillen op de bankje. Oh god, daar zijn de boys. Daar zijn de boys. Hey! Hey, hallo. Boys. Hey. Jullie hebben een cavia mee of niet? Ja, dat is geen cavia. Ja, drerries. Zijn jullie brak? Ik ben wel een pissie brakje. Het ziet er ook echt niet uit, man. Het ziet er echt niet uit. Thanks. Wat een zware dag vanavond. Zit hij hierin of? Je bent heel nieuwsgierig. Ja. Heb je wel iets gezegd? Ja, ik heb gezegd dat het een levend iets is. Dus ja, ik. Ja. Jij bent natuurlijk morgen jarig. Ja. Dus we dachten, we gaan een cadeautje voor jou. Ja. Oh, je had nog niet zo goed nagedacht eigenlijk. Want het leeft dus. Oh, echt joh. En ik vroeg aan die man van, kunnen we het dan morgen geven? Ja. Dat is niet handig, want dan is de kans dat die dood is best wel groot. Want het moet de temperatuur blijven. Goh, hè? Goh, ja, zou je het menen? Heb je één idee wat het is? Een vis. Dat klopt. Dat weet je wel. Hè? Nee. Weet je het zien? Ja, is goed. Ja. Herken je hem? Is het een Jack in the Box? Ja. Echt? Ja. Oh shit, jongens. Ik weet niet of jullie hem zien. Ik heb hier echt 8 winkels voor afgebeld, hè? Ja? Ja. Was het nergens meer te krijgen. Ah, oh, kijk, wacht even hoor. In Delft opgehaald in de winkel. Oh, je ziet hem niet goed. Een Jack in the Box. Ah, oh, kijk maar, daar zit op de koppie. Ja, hij is nu nog klein. Oh. Wat schattig. Oké, okay, een Jack in the Box is dus een visje die verstopt in een holletje. Dus die gaat zich ingraven. Ik moet trouwens even mijn aquarium schoonmaken, dat is een beetje vies. We moeten dus nu het zakje laten wennen aan de temperatuur. Van. Waarom gaat hij weer springen? Oh. Ding. Gebeurde. Die tripte, die niemand tripte. Oké, okay, nu zie je hem goed. Oh ja. Oh. Zie je dat? Hij is een geel kopje heeft hij. Nou, hij moet nu dus wennen aan de temperatuur van dit water. En dan ongeveer voor een half uur of zo. Ja. Kijk jongens, daar zit hij. Oh. Daar zit hij te chillen. Echt een schattig kopje zo. Het is misschien moeilijk te zien op camera. Maar het is echt een gek visje gewoon. Kijk, het is echt zo'n. Ja, snipjes en visjes. Hij gaat al, hij gaat al. Oh, ja. Echt? Oh, hier gaat hij. Oh, daar gaat hij. Oh, top. Daar zit hij. In de hoek. Oh, we moeten even scherp stellen. Hey. Hij gaat nu naar beneden waarschijnlijk. Hier is dat vast niet zo vies. Nee. Rick? Oh, kijk hem. Waar gaat hij heen? Oh, daar komt gelijk een andere vis bij. Oh, wat schattig. Ja, nu gaat hij dus een hoekje. Nu gaat hij dus een plekje vinden voor zichzelf. Waar hij denkt van, oké, hier zit ik veilig. Besef dus dat voor zo'n vis, je komt gewoon in een compleet nieuwe wereld. Dat is zo raar eigenlijk. De mannen gaan ook gelijk de deur uit. Dat was super leuk, want elke keer als ik dus die vis zie, dan moet ik dus aan hun denken. Hé, hey, mannen, bedankt. De groeten. Doei. Kusjes. Yo. Een uur onderweg. Vanaf? Dan naar hier. Lees je nog? Nee, dan begon die fucking taxi's ook. Dan begon die taxichauffeur heel fucking maaltijd te eten terwijl we aan het rijden waren tijdens het vies. Bro, ik ben brak, ouwe. Oh. Was leuk. Ja, wat heb jij nog gedaan? Ik ben gewoon naar Rotterdam geweest, heb eigenlijk gewoon gechilld. Gewoon gechilld. Nu zijn we nog eens naar buiten. Nu moet je tas komen ophalen. Oh, fuck. Ja, jongens, later komt hij even langs omdat hij zijn tas en dan moet ophalen. Daarna ga ik hem even lekker naar Rotterdam weer terugbrengen. Zo lief. Was leuk. Het was leuk.
Matthias, was dat ook? Ja, iedereen was er, bro. Ah, niks beters, jongens, dan een frisse lucht. Even lekker buiten. Ik ga dus even later naar Rotterdam Centraal bij iemand. Hij moet er dus straks gelijk vandoor. Hoe lang is het nou met de trein van hier naar Rotterdam? Of naar jou? Ja, hoe lang, man? 5 uur. 5 uur? What the fuck? Is het van Rotterdam naar jou? Ik ga nog niet naar huis, hè. Wat ga je dan doen? Morgen ga ik met Ansel naar Rotterdam Feyenoord. Naar Ajax Feyenoord. Oh, ik dacht al, bro. Jezus. 5 uur, what the fuck. Ja, maar ook heb bijna mijn rijbewijs. Ja, dat is waar. Ja, de connectie, ik weet nog wel van vroeger toen ik met Nathan chillde. De connectie van zijn huis inderdaad is gewoon echt helemaal gerukt met Nederland. Maar ja, niks aan te doen. Ik ga zitten, hij gaat zijn tas in de auto leggen. En dan gaan we naar Centraal. Nathan en ik zitten in de auto, jongens. Ik zag een reactie onder de vlog staan van, wat doet Nathan ineens bij Gio? Maar bro, ik zag eentje staan. Nathan brengt de energie, man. Maar mensen, ik denk dat heel veel nieuwe kijkers misschien ook niet weten dat wij echt van way back gaan. Bro, 2014, 15. Ja, zeg maar, wij hadden vroeger een squad, jongens, een beetje. Een groepje eigenlijk op YouTube. Nou, heel veel mensen zullen dit verhaal ook wel kennen. En daar gingen we eigenlijk al altijd allemaal met elkaar om. En we zijn eigenlijk een beetje de twee lonely survivors. Het is zo. Gisteravond zeiden we het ook. We zijn eigenlijk de enige twee die nog fulltime bezig zijn met YouTube. Ja, je hebt ook nog wat Ties natuurlijk. Zeker, maar die uploadt gewoon iets minder. Ja. Wij zijn gewoon nog echt elke dag gewoon superveel bezig. Ja, dat is wel echt leuk. We waren echt een grote groep. Maar dat was echt, ja, we hebben het nu, ik denk over 2016 of zo, jongens. 2016. Heel veel jaar geleden. Het is gek hoeveel, maar er zijn mensen die het beseffen, hoor. Want ik zag ook sommige comments van, blij dat jullie weer samen zijn. Ja, ja, ja. En dan denk ik van, heel veel andere mensen zijn nog te jong of zo om dat te beseffen. Ja. Iedereen die toen keek en die nog altijd kijkt, die zijn even oud als ons. Klopt, die zijn of onze leeftijd of ouder. Inderdaad. Ja, ja, dat is wel echt lijp, jongens. Dus wij gaan inderdaad echt gewoon heel ver terug in de tijd eigenlijk. Alleen we hebben elkaar in de tussentijd gewoon heel weinig meer gezien. Maar ja, Nathan, zoals je hoort, die guy woont ook gewoon 5 uur weg. Dus het is ook niet dat je eventjes komt chillen of zo. Weet bijna, je wel. Bijna mijn rijbewijs en dan ben ik veel meer in Nederland. Ja, ja, dat is ook met Alex nu. Alex zie ik nu ook wel steeds vaker, jongens, omdat hij ook gewoon zijn rijbewijs heeft. Dus dat is gewoon. Gewoon chill. Het is leuk, ik vind het super chill om mee te chillen. Het voelt ook wel alsof we elkaar gewoon. We kennen elkaar, elkaar fucking lang, ja. Dan is het leuk om met zo'n iemand te chillen. Ja, ja. Zo fucking nice. Nou, ik sta stil hier, dus ik kan de camera even vastpakken. We staan voor de brug te wachten. Ja, je mag dat. Zeker. De man gaat er vandoor. We zijn er. Ik vond het echt gezellig met je. Leuk, super leuk. Lang geleden. Yes. I'll be back soon. I'll be back soon. Niet. Ja, ik ga hem eruit. Dank je wel. Ciao, ciao. Veel succes nog. Komt goed, komt goed. Slapaal. Yo, yo. Doei, doei. Ik kan hem maar af te zetten. Ja, geen probleem, man. Ja, bro. Laat pik. Love you. Love you too. Ciao. Was gezellig. Yo. Ja, daar gaat ie. Later. Ik ben weer lekker thuis. Zo, na een half uurtje rijden. Ik had dus mijn parkeer-app aan laten staan, jongens en meiden. Van Amsterdam. Was ik 100 euro kwijt voor een nachtje parkeren in Amsterdam. Oei, oei, oei. Niet te geloven. 100 euro. Nou, dan ben ik echt blij dat ik gewoon lekker hier woon. Ik had hem sowieso iets te lang aan laten staan, maar het klopte wel ongeveer. Is toch niet normaal? Voor parkeren. Kijk eens even hoe lekker. Hoppakee. Even lekker wat eten voor me gemaakt. Ei, geelworst. En ik zweer dat bruiswater uit de kranen. Dat is echt een uitvinding. Dat is zo chill. Ik gebruik het de hele tijd. Dus gewoon lekker prikwater uit de kraan. Ik blijf het echt top vinden. Zoveel verschillende mensen aan de deur. Doe ik weer de deur open en er staat er weer iemand anders. Hey, vriend. Wat is dit? Sport het toch? Sinds wanneer... Wat de fuck is er met jou gebeurd? Ja, dat vraagt iedereen. Wat doe eens even normaal? Bro, we gaan gewoon elke dag naar de gym vanaf nu. We zijn brak, we gaan sporten. Waarom ineens? Gewoon, we moeten een beetje chess worden, een beetje hier zo goed. Zeker waar. Wat gaat het daar? Toch snel, hè? Het wordt alweer donker, jongens. Ik ga eventjes in de auto zitten, jongens. Ik ga reageren op iets wat we waarschijnlijk allemaal wel gezien hebben de laatste, ja... Laatste week. Oh. Want het was overal voorpagina nieuws. Op elke nieuwssite stond het er wel. Even kijken. En daarom mag ik toepasselijk even in de auto. Het gaat natuurlijk over het vloggen in de auto, jongens en meiden. Daar is natuurlijk heel veel over te doen geweest nu de laatste tijd. Echt enorm veel artikels online gezet. Moet zeggen, ik vind het wel een klein beetje een heksenjacht. Want ik word echt neergezet als een crimineel. Want dat vind ik ook wel weer een beetje te ver gaan. Ook als je de titel hier leest. Vlogger Gio rijdt al maanden filmend in zijn auto rond. OM onderzoekt video's op strafbare feiten. Nou, het klinkt echt alsof ik een fucking crimineel ben. Alsof ik al maanden op zak loop met een mes.
Of weet ik veel wat. Maar ja, ik begrijp dat deze nieuwsartikelen ook natuurlijk lekkere kliks pakken. Ik vind het alleen een beetje jammer dat ik zo word neergezet. Maar ik ben ook nog steeds van mening dat de traditionele media ons vloggers... Of, nou, ik wil mezelf geen influencer noemen. Maar ons vloggers gewoon altijd probeert aan te pakken als ze dat kunnen. Als je je willen kapot maken, dan springen ze er ook allemaal op. Dus als ze wat slechts over je kunnen schrijven, dan kicken ze daar helemaal op. Maar dat terzijde, het gaat er natuurlijk om het echte probleem. Want het is in principe wel een probleem. Het vloggen in de auto... is inderdaad gevaarlijk. Daar ben ik het ook volledig mee eens. Als ik zo zit te zwaaien met mijn camera. Het is niet veilig. Nu is de vraag natuurlijk. Wat gaan we hier aan doen als vloggers zijnde? Nu heb ik contact gehad ook met Enzo toevallig. Die had mij eventjes opgebeld. En die heeft ook een oplossing verzonnen. En dat is dus dat wij met GoPro's gaan werken. Of in ieder geval een vaste standaard. Gewoon ergens op je raam. Dat je camera, dat je dus alleen hoeft aan te drukken. En dat je gewoon kan praten en whatever. Dus dit gaat waarschijnlijk wel een verandering worden. In de vlog. Ik moet deze dingen dus nog wel bestellen. Dus het wil niet zeggen dat ik het gelijk in de volgende vlog heb aangepast. En zo zal mij ook nog even een video opsturen hoe hij het namelijk had opgelost. Hij had ook nog contact gehad met Don. Yo, Gio, ik zal je eventjes meenemen. Kijk eens. In de auto. Helemaal perfect. Dit is de plakker. En dan heb ik daar zo'n mondbitje. En de reden dat ik zo'n mondbitje heb is puur omdat mocht je dan ooit wat willen opnemen, dan... kan je gewoon op die manier, moet je wel de camera omdraaien natuurlijk. Maar je snapt het idee, dan kan je gewoon even zo wat filmen. Dus wil je toch een keer dat vette shot hebben van dat je in de auto zit. En dat je met twee handen aan het stuur zit. Dan kan je dus deze in je mond doen en dan film je gewoon vooruit. Zoals je ook kan zien zit er een lampje op. Dat is dit lampje. Die is echt ideaal, die kan je heel makkelijk eraf halen. En die kan je gewoon aanklikken. En nog een keer is scherper, nog een keer is nog scherper en nog een keer is knipperend. Maar dat lijkt me niet heel erg ideaal. En als je hem ingedrukt houdt, gaat hij uit. Die kan je gewoon opladen via USB-C. Die gaat best lang mee, moet ik zeggen. Ik heb hem al een tijdje niet opgeladen en ik heb hem wel veel gebruikt. En dan schuif je hem gewoon hierop. Zo klik je hem vast. En dan doe je hem aan de zijkant, doe je hem aan. En dan is het letterlijk een kwestie van lekker even zitten. En dan gaan we nu overschakelen van mijn telefoon naar... deze camera. En dat is dus ook het geluid van het microfoontje. En ik zal je wel even een voorbeeld geven van als je de auto aandoet. Je hoort, zoals je merkt, ook nog wel een beetje omgevingsgeluid. Maar het is echt gewoon prima te doen. Dus voor de ultieme test zal ik eventjes jou en je kijkers meenemen naar de tunnel hier. Dus ik laat de auto even warm lopen. Ik zal even het raampje naar beneden doen. Dan weet je een beetje wat die microfoon doet met ook omgevingsgeluid. Kijk, als ik nu gewoon blijf praten en ik ben een beetje aan het gas geven, dan zul je merken dat dat gas geven eigenlijk helemaal niet op de voorgrond staat. Dat is echt gewoon puur mijn stem met de microfoon. Maar als ik niks zeg en ik ga dan gas geven... dan zul je merken dat hij toch wel meer op dat geluid focust. Dus het is echt een ideale setup en microfoon om gebruik te maken tijdens het rijden. Zoals ik al zei, als iemand naast je zit, dan kan diegene altijd alles filmen om je heen en jouzelf. Maar ik vind het gewoon heel erg chill dat als ik in de auto stap in mijn eentje, dat ik gewoon dit ding opdoe en dat ik gewoon lekker kan rijden, om me heen kan kijken en gewoon... ja, ook al rij ik heel vaak met één hand alsnog aan het stuur en één hand gewoon hiernaast, omdat het gewoon een chille positie is. Maar ja... mocht je dan ooit een keer echt mega officieel willen doen, dan hou je gewoon even allebei zo vast. Maar laten we eerlijk zeggen, iedereen heeft zijn eigen rijstijl. Nu gaan we erachter komen wat die microfoon precies gaat doen met de ramen open en met de ramen dicht. Dus ik ga nu door de tunnel rijden met de ramen dicht. En dan de terugweg rijd ik door de tunnel met de ramen open. Ja, dat blijft altijd lekker. Het enige ding is natuurlijk dat er staat nu een motor voor me. En dat vind ik heel erg vet. Ik sta nu stil bij een stoplicht. Dus wat ik nu kan doen is letterlijk gewoon mijn telefoon erbij pakken en filmen. En zeggen van, check die motor. Super nice, hij is rood. Zelfde kleur als mijn auto. En als het dan groen is, dan gooi je je telefoon weg. Of dan doe je hem gewoon snel weer hier. En dan, nu is het groen, nu ga ik rijden. Je mag namelijk als je stilstaat bij het stoplicht gewoon op je telefoon zitten. Dus wat dat betreft... als je om je heen wil filmen, kan je dat alleen doen als je stilstaat met je camera voor een stoplicht of als je überhaupt stilstaat ergens. Oké, de auto geeft lekkere pops en bangs. Laten we even de ramen openknallen. Oké, daar gaan we in. 3, 2, 1. Let's go, dames en heren. Nou, dat is in ieder geval de test, Gio. Dan weet je precies hoe het klinkt met omgevingsgeluid en alles erop en eraan. Zolang je eigenlijk blijft praten, gaat die microfoon heel erg focussen op je stem. Want hij pakt gewoon echt het geluid wat het dichtst bij de microfoon komt. Dus ik denk dat dit echt een ideale manier is. Want zoals je ziet, ik kijk geen één keer naar de camera. Ik kijk om me heen. Ik zie daar twee mensen fietsen. Ik zie een auto voor me. Ik zie rechts de zon door de bomen komen. Oh, wat prachtig. Oh, wat ben ik alert.
En ik zie alles en ik doe mijn kniplichten aan. En als ik toch eventjes naar de kijkers wil kijken, dan kijk ik nu eventjes naar jullie. En ik vind dat dat gewoon mag en geen probleem is. Want je hebt ook navigatie en daar kijk ik nu ook op en dat mag ook. Dus ik denk dat dit echt de perfecte ideale oplossing is. Nogmaals, ik stuur je alle linkjes zodat je dit hele pakket zelf kan bestellen. En vlog ze man, doe je ding, doe je best. En peace. Dus ja, we willen het zeker gaan aanpakken. We zijn ermee bezig. Als het goed is, wordt ook volgende week meer duidelijk of er boetes nog gaan vallen. Want het OM is dus inderdaad, het Openbaar Ministerie is dus inderdaad onderzoek aan het doen naar oudere vlogs. Nou ja. Je zou dan kunnen zeggen, ja, je zou daar genoeg boetes voor kunnen uitdelen of whatever. Ik ben heel benieuwd. Ik denk dat ze misschien met een waarschuwing gaan komen. Of iets in die richting. Of ons inderdaad de ruimte gaan geven om het aan te passen. Maar ja, ik wilde dit wel eventjes met jullie bespreken. Want het was natuurlijk echt overal voorpagina nieuws. Ik ben sowieso trouwens heel benieuwd wat jullie van deze oplossing vinden. Daar zijn de comments voor. Maar ja, in ieder geval, hier wilde ik het dus eventjes bij laten. Ik ga niet een celstraf krijgen natuurlijk. Daar zag ik ook reacties over. Het ergste wat zou kunnen gebeuren is denk ik dat ik een boete achteraf krijg of iets. Maar ik neem aan een waarschuwing. Volgende week wordt het dus duidelijk. Hey, Jelle en ik hebben het er net over dat mijn huis zo echt een zieke upgrade heeft. Ja, hè? Als dat erin zit. Maandag, vriend. Maandag gaan ze slopen. Zullen we het nu alvast gewoon doen? We kunnen niet wachten. Ja, dat is niet best. Het gaat wel echt een zieke stofwolk worden, denk ik, hier in huis. We moeten even kijken wat we gaan doen met de gordijnen, want dat is wel een dingetje. Maar het is echt wel zo'n upgrade. Zo'n stuk gezellig als je het vergelijkt met hoe het was. Oh, wat heerlijk. Ik heb ook al jullie reacties natuurlijk gelezen. Jullie zijn ook allemaal super hyped en enthousiast. Dus dat vind ik echt heel leuk om te lezen. Want ja, ik heb het natuurlijk uiteindelijk best wel veel ook zelf samengesteld. Dus ja, ik ben heel blij. Ja, uiteraard natuurlijk de keuken. Die blijft iconisch. What the fuck? Dit gaat niet goed, bro. Dit klinkt echt niet goed. Dit klinkt echt heel verkeerd. Dit gaan we niet in rijden, deze auto. Hoor je dat? Er staat ook gewoon motorregeling. Gaat niet goed. Je hoort zo'n vroom. Werkplaats bezoeken. Hè? Gast, net als er duidelijke storingen in je. Hoorde je dat? Ik weet niet of jullie dat op beeld hoorden, jongens. Maar oké, okay, we gaan eventjes nog naar de appie. Het is 9:30 of naar de Jumbo. Ah, boeilijk niet. Het is 9:30 en we willen nog even lekker vleesje halen of iets. Hè? Goed voor de gains. Hey, let's go! We zijn een sportschool, boy. Ik kijk buiten. Ja, we moeten nu eiwitten gaan eten, Gio. Yo. Ze gaan me echt kapot. Ik doe dit echt nooit, hè. Op een slippers boodschappen doen, nou. Dit is echt maar fucking tokkie. Ik denk dat we kunnen dit echt niet meer doen, houden. Ik ben over 2:25. Ja, dus we gaan sowieso naar huis. Oh, nou, we gaan even dus hier de Jumbo in, want die is hier om de hoek. Even een vleesje. Jelle gaat vlees bakken, dus ja, zei hij. Net zoals in Kreta. Ja, dat was best wel lekker daar trouwens. Dat voedselvergiftiging. Je komt er bij je vleesje. Ja, ik vind het dus echt fucking kut. Ook met mijn slippers en mijn sokken erin. Ja. Joggingspakkie. Niet gedoucht vandaag. Luister. Ik ben na het uitgaan heb ik nog niet gedoucht. Ga zo even douchen, man. Dat moet echt even gebeuren, bro. Ik vind het wel lekker eigenlijk. Tanden gepoetsen. Ik heb wel mijn tanden gepoetst. Ja, dat wel. Even. De man gaat het vleesje even uitzoeken, hoor. We hebben hier. Wordt dit hem? Een gerijpte anko. Ja, die is qua prijskwaliteit ook nog een beetje goed. Ja? Wat wil je nog meer bij dan? Weet ik veel. Gewoon lekker. Maar bro, hier komt er niet voor rond. Voor... Nee, twee personen. Nee, we moeten meer. Oh, wat net zeggen. Ik dacht al. We zijn geslaagd. Hey, trouwens. Kijk, hou die camera's vast. Oh, lukt dat? Nice. Ik heb ook echt energie. Oh, yo. Even een vlekje of zo, man. Wat is dit nou weer? Het ziet er niet best uit, hoor. Had je dit shirt gisteren ook aan? Nee. Het is niet dat ik in mijn uitgaanskleding loop nog. Dat zou helemaal goor zijn. Dat heb ik wel eens een keer gedaan. Ik heb een keer een meeting gehad, jongens en meiden. Oh. En toen was ik, zeg maar, dat was echt, moest ik om 10 uur 's ochtends zijn. Toen was ik uitgegaan de dag ervoor. Ja. Kwam ik daar aan op die meeting. Ik trek mijn jas uit. Dat is gewoon nog fucking half bezopen, hè. Er zit zo'n zieke drankvlek op. Holy maat, shit. Je hebt ook geen idee hoe erg mensen ruiken als je gedronken hebt. Toen was ik 18 of zo, dat ik een meeting met de Bruna. Oh mijn god. En die mensen, als ik daar nu aan terugdenk, wat moeten die mensen wel niet gedacht hebben? Hebben ze het door laten gaan? Ja. Maar wat moeten de mensen van de organisatie zo niet gedacht hebben toen? Dat is het meer, dat ik denk van wat? Oh joh. Ze weten wel dat je 18 was, denk ik, op dat moment. Ja, alsnog. Wauw, kijk eens wie we op tv hebben. RTL 4, wow, die kleine Vincent. Je belt me maar, ik neem niet. Wow. Wat is oh, hey. Wat ziek. Wat ziek. Vanavond was het een. Wat een knappe digitaal. Nou, echt, hè. Ik niet zomaar laten gaan. Wat een stem. Of begint het straks gewoon van vooraf aan. Wow. Ik kan niet alleen zijn.
wel. Omdat het voor mij zingen is best wel nieuw. Dus het was juist echt weer een hele nieuwe ervaring. Maar ik vind het leuk om te doen, dus het was er ook aan af te zien. Wat een schattig mannetje is het ook, hè? Ik ben echt trots op, als je dat ziet, dat is nice. Zo, ik ben ook trots op jou, jongen. Holy moly, ja, ja. Dat ziet er goed uit. Ja, even zo. Oké, chef kok. Hey. Zijn we weer nuchter? Ik ben even gekomen, ja. Ja, op zich wel. Ik had wel goede kaarten te pakken. Zo, ik ook. Jij was ook weer dronken in de vlog, jongen, gisteravond. Ja. Holy shit. We hebben hem nog niet gezien. Hey, zij hebben de keuken nog niet gezien ook. Ja, en de vlog ook niet. Ik mag het doen, dat is lekker. Oh, het ruikt helemaal naar eten. Ja, oké, ogen dicht. We waren op vakantie namelijk. Okay. Waar moeten we heen? Nou, waar de keuken is. Wow! Dit is wel heel bizar. Beter, hè? Fucking dik. Holy shit. Zo, wat vet. Cool, hè? Heel ziek, man. Ja, echt fucking blij mee. Jeetje, wat een verschil. Ja, hè? Heel nice. Veel gezelliger toch ook zo? Ja, ja, heel nice. En kijk eens. Het is klaar. Zo. Kijk dan, jongens, we hebben hem gevonden, de Jack in the Box. Hij zit hier in het hoekje, zie je zijn koppie? Ja, zijn oogjes. Ja, dit is hem. Hij zit wel een beetje eng stil daar. Ja, maar ja, dat is meestal wel zo dat ze even moeten acclimatiseren, denk ik, ja, toch? Ja, dat klopt. Zo, die is eng, hè? Ja, die zeeegel hier, hè? Kijk maar, ze zit hier, die spikes. Nou. Nog iemand die langskomt. Oh mijn god. Goedemiddag, deurwaarde. De rekeningen die zijn we niet betaald. Helaas, helaas. Ja, hoeveel krijg je dan? Poekie en 5 minuten. En sniff. Ik zag je op tv. Huh? Ben je op tv? Ja, bro. Meneer. Jij kan zingen, hè? Huh? Hey. Lekker, man. Nee, ik zeg, dit is echt goed, hoor. Thanks. Ja, hebben we met z'n allen gekeken? Ja. Lekker, Tietje. Hey, we zijn bijna jarig. Hoe lang nog? Oh. Nog 20 seconden, jongens. Oh, jee, oh, jee. Gaan we moeder. We gaan nu bijna nog... Het boeit er niet. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Gio, hey, Maartje, deze dankjewel. Kun je eindelijk je knapje hebben? Ja, dat gaat blijven. Dankjewel, vader. Dankjewel, vader. Het is echt 0-0-0. Gio, man. Gio, man. Gefeliciteerd met je dochter. Ja. En je zoon. Ja. 25. Ja. 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 Ik hoor gaan uit, ik heb mijn energie al. Dit is cadeau gestart. Oké, okay, deze man is al een week lang hyped voor zijn cadeau. Ja, en ja, ik maar weet niet of hij het leuk vindt, toch? Maar ik hoop het. Hij is expres net helemaal naar huis gereden, want hij per se nu wilde geven. Ja, ik had het mogen doen. Ja, is goed. Doe okay. Nee, doe dat nou niet. Oké. We beginnen eerst... Is dit een Jezus? Wat kan jij goed zeggen? Oké, eerst... Hij heeft gewoon een gedicht geschreven. Nee, is geen gedicht, bro. Lieve Gio, wat een idioot ben jij. Oh, goed. Nou leuk. Ja, bedankt. Lieve Gio, de meest knijtergekke gast die ik ken. De afgelopen jaren hebben we een hechte vriendschap gekregen. Een vriendschap waarbij ik vaker jou heb gezien dan mijn eigen vriendin. Sorry, bro. En waar we super vette dingen hebben meegemaakt. Je bent een fijne vriend en toevoeging in mijn leven waar ik heel dankbaar voor ben. Weet dat ik altijd voor je klaarsta en dat je op elk moment van de dag bij mij terecht kan. Mocht je mij nou toch missen als ik er een keer niet ben, zorgt dit... Cadeau 2. Zorgt cadeau 2 dat ik er toch ben. Oh nee, hè. Er zit een kussen met je hoofd erop. Gefeliciteerd met je verjaardag, ik zie je morgen, want ook dan hebben we nog wat leuks geregeld. Ik hou van je, liefs, Jelle. Lief. Thanks, bro. Maar wat is het? Wat is het? Waar is mijn gedicht? Ja, dat niet de setting was. Ja, ik zei het net tegen Louise, maar ik wist niet dat dit de setting was. Nee, hij zegt ik niet de setting. Het lijkt wel een film.
Wie ziet dat dit een scène zou zijn? Dit is cadeau 1, dus niet cadeau 2. Het is breekbaar, dus dan moet je even... Dus je moet hem neergooien. Oké. Pas op, hè, want je weet dat je hier eigenlijk niet mee mag spelen. Ja. Wat geef je een man die alles wel heeft, hè? Wat is de vraag? Dus je moet een beetje creatief zijn. Dubbeltjes plastic. Ik vond het heel creatief. Oh, jij weet het al? Nee. Ik heb even... Je weet het al. Kijk uit. Breekbaar, moet er voorzichtig mee zijn. Breekbaar, hè? Jezus. Huh? Hij is kapot. Oh, heb je hem al laten vallen? Ja, ik heb hem eerst opgedronken, ik had dorst. Maar... Oh, wat ziek. Ik dacht, je houdt van kunst. Dus dat misschien staat het wel tof in je studio. Wat leuk, hoor. Ja, dat is wel leuk, hoor. Ja, of in de keuken. Of in de keuken. Maar, zie je mij ook wel eens? Misschien. Ja, nice, man. Maar hij is ook misschien wel meer. Ja, nou, daar zat ik ook naar te kijken. Ja, ik vind het ook wel vet. Zeg maar, jij houdt toch een beetje van kunst? Maak die wijnkast, Of op die... Ja. Dit? Bouw. Ja? Maar je hebt hem al laten vallen, dus? Nee, ik heb hem laten maken, Ja, echt vet. Nou, ik zei... Zo, dit weer zo'n creatieve jongen. Ja, maat, ik zei dus tegen jou, want beide cadeaus, die hebben iets te maken met mensen die je kent. Dit heeft de broer van Okke gemaakt. Oh, lachen. Heerlijk. En dat heb ik opgehaald. Leuk, toch? Ja, oké, en nu is cadeau 2. En dit is als jij er niet bent, dan... Ja, alleen, zeg maar, jij gaat nu begrijpen waarom ik het net moest ophalen. En ik wist dus, ja... Weet jij wat het is? Ja. En ik weet het echt. Ik weet het ook. Het is een beetje een vlot door vandaag al. Dat wist ik dus niet. Maar... We weten het al. Jij hebt ook een vis. Heb je ook een vis? Ik wist al, we hebben een vis al gehaald, bro. Nee, ik wist niet dat koraal ineens, maar ik heb bij Aquadeco, maar ik wist niet dat hun dat ook hadden. Ben je helemaal naar Aquadeco gereden? Bro! Dat sturen ze op. Ja, eentje die bij jou erin past. Heeft hij nog wel? Is hij dood? Is nee, hij is ergens. Hij is Hij leeft! Hij leeft! Yes! En ik wil dus morgen. Ik zie hem alleen niet, maar... Weet je wat jij net zei? Over Rikse vis. Hoorde je het? Kun je het herinneren? Je kan zo'n ding niet een dag in een zakje laten zitten. Daarom ben ik naar huis gereden. Ja. Toen hoorde je dat. Hij lag gewoon je vies erop, hoor. Hij lag gewoon in de woonkamer te chillen. Gauw los. Ik zou een foto laten zien. Maar laat het... Hij wil er gewoon een dag lang laten. Het is deze. Ja. Maar hij is heel klein dan, of niet? Ja, maar hij lijkt... Ja, dat lijkt in die zak. Hè? Want ik heb hem ook in het echt gezien. Wacht, ik ga hem wel even... Ze zit hier gewoon niet in. Oké, okay, jongens, we gaan hem loslaten. Hij heeft geacclimatiseerd. Ik ben heel benieuwd of hij het over... Wat als je vis nu gewoon dood neervalt? Want ja, dan zou ik het echt kut vinden. Of gewoon morgen dat we wakker worden dat hij in de bak ligt. Weet je, klop je het afbouwen? Oh, sorry. Heb je garantie? Op de vis. Je moet daaronder. Nee, nee, Gio, dat is... gaat hij die bomen te knippen? Sorry. Nou, haal dat ding eruit. Ja, hier, dit is wel stress. Hey, ja! Oh! Ja! Ja, dat valt ook neer. Daar is Geertje gewoon, Jelle. Wat zou hij nu denken? Waar ben ik? Nou, ik denk dat hij blij is, want hij heeft allemaal het meegemaakt. Ja, hij heeft gewoon ineens licht. Hij gaat eerst beschutting hier. Ja, hij heeft gelijk zijn holletje in daar. Ze hebben ergens een vergadering. Nou, we zitten in een holletje daar. Weet je, we hebben een nieuwe vis, jongens. Voortje over van Vincent vissen. Oh, dan moeten we nog meer eten verdelen. Oh, ja. Dat is wel echt kutte met vissen. Als er eentje doodgaat, heb ik echt een paar keer gehad. Je betaalt er gewoon 80. Nou ja, sommige zijn wel echt. Sommige zijn wel 100, 150 euro. Heb je geen zorgverzekering op de vis? Deze was 300, die hadden we niet. Nou ja, iets goedkoper. Hey, thanks bro, lief van jou man. Dat vind ik echt, dat waardeer ik echt van jou man. 300 euro, lijf. Ja, iets minder. Zo, lieve mensen, dit was me weer een dagje vandaag. Ondanks de kater alsnog een hele leuke vlog, denk ik. Tenminste, vind ik dan. En nu ga ik lekker slapen, want ik ben moe. Ja, ik had echt een zieke kater. Ik zal je ook eerlijk vertellen, ik begon mijn vlog pas om 2 uur 's middags. Maar dat heb je wel eens vaker. Vincent, die blijft hier ook lekker slapen. Jelle gaat naar huis en morgen hebben zij dus een verrassing voor mij. Ricardo ook. Volgens mij komen er nog meer mensen, maar dat ga ik allemaal wel zien. Dus ik ben heel erg benieuwd. En dit was de vlog van vandaag. Jongens en meiden, bedankt voor het kijken. Tot morgen. En ik zeg later.